hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag en let niet op mijn haar, want ik probeer er alles aan te doen om het fatsoenlijk eruit te laten zien. Want ik heb dus vanavond een event, maar natuurlijk is mijn haar dus totaal, ja, het staat gewoon helemaal nergens op. Het is vandaag dinsdag. Ik ben 2 uur geleden wakker geworden. Ik heb een paar papieren even gefixt, want ik en Nessa moeten straks even naar de gemeente toe. En daarna moet ik even S ophalen, want wij gaan samen naar Amsterdam voor het Queen Tarsje event. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik ga zo weer even proberen om mijn haar te doen, want dit staat helemaal nergens op. Ik moet mezelf ook meteen klaarmaken als ik naar de gemeente ga, want ik moet daarna gewoon gelijk door naar Amsterdam. Dat is wel weer kut. Trouwens, zit er lekker weer. Dus mijn katten, die zitten weer lekker voor de deur te chillen. Ik laat ze ook even dat ik wegga, anders ben ik zo zielig. Oh, het ziet er iets beter uit dan net. Niet heel veel beter, maar ja, ik laat het nu even met rust. Dan ga ik even kijken wat voor outfit ik aan ga doen, want ik heb dus echt geen speciale outfit hiervoor. De dresscode is pink en green. En de vorige keer toen met een event heb ik echt zo erg mijn best gedaan om me aan een dresscode te houden. Maar ja, ik ga het even niet meer doen. Ik ga gewoon denk ik heel erg basic. Als ik geen roze of groen heb, ga ik gewoon lekker voor een crème kleurtje of wit. Ik heb gisteren al zo wat gehaald bij de Zara, maar ik weet niet of het heel erg geschikt is voor dit event. En ik heb het ook niet gepast. Maar ik ga even laten zien wat ik heb gehaald. Dit zijn mijn aankopen van de Zara van gisteren. Ik ben echt benieuwd of het überhaupt past. Dat is ook nog eens de vraag. Ik heb een witte broek gekocht. Zag er echt heel mooi uit bij je paspop. Dus ik hoop dat die bij mij ook echt mooi eruit gaat zien. En ik heb dit topje gekocht. Hij is wel echt heel erg sexy. Dus ik weet niet eens of ik dit überhaupt durf te dragen. Maar ik vond het echt zo mooi. Ik heb het gewoon meegenomen. En ik dacht, ja, als het mooi is, dan doe ik hier gewoon een blazer overheen en klaar. Serieus, wat heb je aan een broek die zo erg doorschijnt? Oh my god. Oh mijn god, het gaat echt gewoon te ver. Oké, een beetje heel erg voor schut. Maar het wordt echt zo'n basic ass outfit. En ik kan even niks anders vinden, dus ik hou het gewoon hierbij. Mijn hoofd is er niet uit. Maar ik heb gewoon een witte top gevonden. Ik doe hier mijn witte mom jeans onder. Zit lekker fijn. Wat mij niet, joh. En ik heb deze nieuwe sleehakken onder. En deze is van boohoo.com. En dit zijn de fijnste schoenen ever. Even kijken hoor. Ik leg mijn schoenen aan. En dan laat ik het jullie even zien. Kijk, dit is een beetje mijn outfit. Oh mijn god. Wel echt zwaar on the dress. Want ik heb dus even gekeken naar vorig jaar hoe ze allemaal uitzagen. En dat was niet zo. Ik was me nog aan het klaarmaken. Ik heb toch een andere jurk aangetrokken. Ik weet niet of deze hem wordt. Oh, dat boeit niet. Ik heb ontbijt gemaakt. Film dat. Ik weet niet of dit hem wordt. En net hebben we een ontbijtje voor me gemaakt. Crackers met avocado, kaas, kipfilet en aardbeidjes. Ja. Zo, wow, het is een beetje donker hier. Ik heb me inmiddels helemaal klaargemaakt, mijn haren gedaan. Hier is het een beetje plat, omdat ik laatst het echt heel vaak mijn haren dus vast heb. En dan heel veel gel erin douw en het is een beetje plat geworden. Het was al heel erg plat, daar ben ik nu nog erger. Maar goed, mijn haar ziet er wel beter uit dan vanochtend. Ik ben best wel tevreden met mijn make-up, gewoon niet te overdreven, gewoon normaal. En ik heb dus een jurkje aan van Boohoo, die ik nu even ga laten zien aan jullie. Die is wel echt, ja, hij is wel echt iets aan de strakke kant, vind ik zelf. Maar dat je wel kort over 2 is. Wat is het dan? Dat is 5 over 2. Ik zei helemaal niks. Oh. Dit heeft echt een heel rare ochtend vandaag. Even opgehaald. Kijk, ik ga deze schoenen eronder aan doen. En deze zijn van de Zara. Het is toch best wel mooi, deze combo. En anders wist ik echt niet wat ik aan moest doen. Trouwens wel opgemaakt, maar omdat ik pas over 4-5 uur richting Amsterdam ga, heb ik mijn gezicht nog even niet afgepoederd, zodat het niet heel erg lelijk gaat worden straks. Dus dan ga ik pas straks even afpoederen. Ik heb een beetje make-up meegenomen met mijn tas. Ja, dit is een beetje de look vandaag. Ik vind deze jurk wel echt cute. Hij is me wel echt iets te strak trouwens. Dat zie je ook wel een beetje. Maar ja, beter dan dat ik daar met een spijkerbroek heen ga. Want dat was echt gewoon mijn laatste optie. Ik wist gewoon echt niet wat ik aan moest doen. Maar ik ga toch hiervoor. Jongens, wij zitten nu bij de stadswinkel. Hennis, vind je het leuk? We zitten op zo'n hoekje. Ik ga zitten. Leuk. Zo. Inmiddels op een terrasje en ik ga lekker een Caesar salad eten en een uitsmijter. Alsjeblieft, smakelijk. Dankjewel. Wij
Wij hebben lekker geluncht. Wij zijn klaar met onze afspraken. En ik word zo afgezet bij S. Yay, yay, yay. We zitten in de auto met onze feestganger Esmee. Ik ga weer, ik was aan het zingen voor meer, want ze was verdrietig. Zing maar, zing maar. Ik ken dit niet. Nou, we wachten. We komen zo terug. We hebben een party moeten hoor. Zo, heftig. Dat Lara wil zo grijpen. Ik ben eindelijk thuis. Ik kan niet wachten om mijn pyjama aan te doen. Oh mijn god, was echt super leuk. Ik heb lekker gegeten en ik heb daarna een goodiebag gekregen. Even opgestaan, mijn deur even dicht te doen. Nesme heeft even vrienden op de vloer. Nee, maar wat ik al zeg, ik vind het echt heel erg mooi te zien. Om te zien hoe Quintarsje zo erg gegroeid is. Natuurlijk eerst naar Wimperlijn en daarna kreeg ze natuurlijk haar eigen lijm erbij. Toen kregen we een soort van beauty blender en nu krijgen we dus een... palet. Ik ga jullie even laten zien. Ik heb een goodiebag gekregen. Dus ik ga het even met jullie uitpakken. En dan kunnen jullie eigenlijk gelijk zien wat al haar producten zijn. Als jullie even geluid op achtergrond horen. Let daar niet op. Het zijn gewoon vrienden van Nessie met Nessie. Ik begin even met de dingen die jullie al eerder voorbij hebben zien komen. Dat is natuurlijk deze make-up sponge. Deze is echt zo super fijn. Die gebruik ik echt dagelijks. Het is echt een super zachte spons. Veel zachter dan een beauty blender. Als je daarvan houdt, moet je vooral voor deze gaan. En volgens mij ook goedkoper. En verder. Haar nepwimpers. Het is het model Ava. En haar lijm. Dit is de zwarte versie. Is mijn lievelings eigenlijk. Die gebruikte ik vroeger altijd. Tenminste, een tijdje geleden altijd toen ik zelf mijn wimpers plakte. Dit is echt de beste lijm ever. Nu ga ik jullie even dit palet laten zien. Het is echt een heel uitgebreid palet. Het is echt voor iedereen wel wat. Want je hebt nude-kleuren, maar je hebt ook echt super felle kleuren. Groen, blauw, oranje, noem maar op. Je hebt alles, maar je hebt ook echt heel mooie oranje tinten en bruine kleuren. Ik laat jullie even laten zien. Ik ga het even zo neer, anders is het moeilijk om te laten zien. Want het ziet er niet uit als een normaal palet.
Want dit palet, kijk, zo ziet hij er van de voorkant uit. Kun je daar zien, Royal Palette heet die. Je doet hem namelijk zo open. En dit zijn de kleuren. Kijk, dit bedoelde ik dus met een eigen uitgebreid palet. Kijk, ik vind deze kleuren, dat zijn echt mijn favo-kleuren. Die gebruik ik bijna dagelijks. Deze en deze, dat is echt mijn favo. Maar je hebt ook echt heel heftige kleuren, zoals oranje en deze blauw. Is echt zo'n royal blue vind ik deze. En je hebt dus deze, zo goud. Maar je hebt ook echt zo'n fel roze, weet je wel. Dus echt gewoon heel uitgebreid palet. En ze zijn ook echt, alle kleuren zijn echt vernoemd zeg maar naar prinsessen en zo. Kijk bijvoorbeeld, deze heet Diana, naar prinses Diana. En je hebt Maxima, kijk, oranje is Maxima, Amalia, echt leuk. Als mijn vlog online is, is dit paletje waarschijnlijk al verkrijgbaar. Echt super cute. Echt een leuke beauty pack ook. Gewoon al haar producten, love it. Ja, oké, ja, poepie. Och. Oké, jongens, ik ga deze vlog afsluiten, want ik kan echt niet meer vloggen vandaag, zoals je het hoort. Ik hoop dat je deze vlog leuk vindt en ik zie jullie morgen weer. Doei doeg!